Soms ziet je langs de autosnelweg van die poppen staan. Poppen om je te waarschuwen voor gevaarlijke wegenwerken en zo. Kijk. Nee. Ja. Kijk, als er zo'n manneke in die middenbermen ja. Rust staat te zwaaien, man, dat is toch verschieten altijd, ja, hè? Dat is... daar staat iemand. Dat is gevaarlijk. Ze zouden daar eigenlijk 100 meter tevoren een bord moeten zetten. Opgepast zwaaiend manneke. Ja. Ja, maar ja. Maar dat je ervan verschiet, is wel het bewijs dat dat efficiënt is, ja. Zo'n pop. Dat trekt dus uw aandacht voor een gevaarlijke verkeerssituatie. En het rare is dat ze dat alleen maar gebruiken om te waarschuwen voor wegenwerken. Ja, waarom gebruiken ze die poppen niet in andere verkeerssituaties? Mm-hmm. Hier, deze bijvoorbeeld, hè, voor... Een beetje trager rijden, ja, hè. Kalm. Rustig, rustig, jongens. Of deze, ook heel duidelijk, hè, om te ritsen, alsjeblieft. Ritsen. Huh? Ja. Ja, deze is ook duidelijk, denk ik. Dus voor aanduiding van een gehandicapte parkeerplaats. Ja. En deze, dat spreekt ook voor zich, hè. Opgepast, zachte berm. Ja. En deze voor als het een beetje drukker is, als er veel verkeer is. Hè? Opgepast, jongens. Afstand houden. Ah, dat is ook een eenvoudige. Dat is voorsorteren. Hè? Ja. En deze is ook heel duidelijk, niet? Zie je het niet? Sliepgevaar.